Goedemorgen! Dag schatjes! Ik ben weer op weg naar mijn werk. En het regent! Het regent! Ik ben zo blij dat ik weer met de auto kan gaan. Ik hou echt niet meer van met de bus gaan. Tenminste naar je werk, weet je wel. Hey, ik ben te laat opgestaan vanochtend. Dus ik was een gek douchen en klaarmaken. Maar ik heb dus even rijstwafeltjes met pindakaas tussen. Dus een deel van mijn ontbijt. Want ik ga straks nog een banaantje en een appeltje eten. Klaar met werken en ik heb een collega. Ik werk niet altijd met dezelfde collega's, want we werken allemaal in shift. En vandaag was een collega, een meisje. Meisje? Vanaf welke leeftijd zeg je geen meisje meer? Ze is 31. Ze is gewoon een vrouw van 31. Nou goed, een collega van mij die kan heel goed tekenen. Ze is echt zo'n kunstenares, schilderen. Ze is echt heel goed. En ze is dus altijd aan het tekenen tussen het werk door. Heeft ze zo'n blok bij haar en dan gaat ze tekenen. En ik ben sinds een half jaar, wil ik heel graag leren tekenen. Lijkt me zo leuk om echt goed te kunnen tekenen. Maar dan moet je gewoon veel werk in stoppen. Want iedereen kan tekenen. Niet denken dat je niet kan tekenen. Je kan nu misschien nog niet tekenen. Maar als je het gewoon vaak doet, dan leer je het vanzelf. Dus, maar wat we gedaan hebben. Want ik zei dus tegen haar van dat ik vaker wil tekenen. En ze zegt, je moet gewoon een blok meenemen en gewoon gaan tekenen. Dus ik dacht, nou, ga ik voortaan doen. En toen zei ze van, nou, doe dat dan nu maar. Gaan we samen iets tekenen. Kijk, gaan we iets leuks doen. Dus dan heb je zo'n papiertje. En dan vouw je die in drieën, weet je wel. En dan moet één persoon moet dan het hoofd tekenen. En we hebben twee blaadjes. Moet het hoofd tekenen. En dan omvouwen zodat die andere dat niet ziet. En dan moet de andere het romp tekenen en weer omvouwen, weet je wel, zodat je niet ziet wat de ander getekend heeft. En dan krijg je een heel gek mensje. Dus hier is de 1. Dit is de 1. Ik hoop dat je het goed kan zien. Het hoofd heb ik getekend. Zij heeft het romp getekend en ik weer de benen. Maar mijn pen was bijna op. En de volgende. Hoe cute is dit? Kijk, zo'n leuk hoofdje. Heeft zij getekend. En ik heb het lichaampje getekend, iets te lang. Nou hè. Bartje is weg. En zij heeft de benen verder getekend. Vet grappig. Kijk dan, zie ik nu pas. Ze heeft een sigaretje in. Kijk, zo wat een alien. Maar het is gewoon een leuk spelletje om te spelen. Ik heb trouwens al veel meer scheid aan mensen om me heen. Weet je, een paar maanden geleden had ik nog van, zit je buiten zo'n camera op jezelf en dan zit je te vloggen en dan zit iedereen naar je te kijken. En dan vind je dan vreemd, dan zit je tegen jezelf te praten. En nu doe ik het veel vaker door, heb ik gewoon scheid. Kijk, daar lopen mensen, liepen net langs en mensen fietsen langs. Ja, ik ben gewoon tegen jullie aan het praten. Hé, ik ga naar huis. Eigenlijk wil ik nog van de zon genieten. Dat doe ik thuis misschien wel. Op mijn balkonnetje. File. Jeetje zeg. Normaal rijd ik altijd anders. Maar er zit nu een stuk weg afgesloten. Dus we moeten helemaal, echt helemaal omrijden. En het is altijd veel drukker hier. Het is lekker weer. Het is lekker weer. Ik zit hier te zweten in de auto. Lekker te zweten. Ik heb honger weer. Ik heb dus weer niet geluncht. Ik heb een banaantje gegeten. Hoe laat is het? 4:10. Ik denk dat ik straks gewoon lekker ga tekenen. Ze heeft me weer helemaal aangestoken. Want ik ben dus begonnen een tijd geleden. Ik heb echt elke dag getekend en zo. Werd ook langzaam steeds beter. Het was hartstikke leuk. En toen heb ik het heel lang weer niet gedaan. Doordat van alles gebeurde. Nieuw huisje. Ik ging de bijstand in. Ik moest werk zoeken. Bla bla. Maar nu ga ik weer lekker tekenen. Oh, er is iets gebeurd. Op de snelweg of zo. Want ik rijd nu over een snelweg heen, zeg maar. Dit is gewoon een 80-weg, net voor de ingang van mijn dorpie, mijn stadje. Er staan hier allemaal mensen. Misschien kan ik laten zien dat ik aan het rijden ben. Dat moet ik misschien niet doen, want er is politie. Dat is niet zo handig. Ik weet niet of je het ziet hoor. Volgens mij is daar iets op de snelweg gebeurd. Wow, zit ik allemaal brandweer op die snelweg? Ik heb geen idee. Oh, kijk! Van vanmiddag, ik stond in die file. Het is gewoon dus een vet ongeluk geweest. En echt heel mijn stadje zat vast gewoon. Dat is best wel heftig. Het is echt uren vastgezeten. Ik ga even beter lezen wat er nou in het artikel staat. Want ik hoop niet dat er iemand is overleden of zo. Dat vind ik echt niet fijn. Ah, wat leuk. Masha's boek. Ik kan niet wachten. Ik vind het zo leuk. Ik wil het echt zo graag lezen. Masha is echt iemand, zo vreemd hè. Want ik volg Masha dus al jaren.
5 jaar langer? Geen idee. En het voelt dus een beetje op een hele vreemde manier als een vriendin. Terwijl ik helemaal nog nooit ontmoet heb natuurlijk. Zij is gewoon... Hoe moet ik het uitleggen? Ik gun haar gewoon echt alles. Is gewoon echt leuk en interessant. Ik weet het niet. Ik vind het gewoon heel leuk. Niet dat ik zo'n fangirl ben of zo. Ik gun haar gewoon echt alles. Snap je wat ze heeft? En ik ben gewoon altijd blij voor haar als ze een nieuwe ding heeft. Nu heeft ze dus dit boek. En ik vind het zo leuk dat het niet over beauty gaat. Dat vind ik echt, echt heel leuk. Want ze heeft veel meer te vertellen. En ze schrijft ook leuk en ze is gewoon leuk. Dus hey, dit boek ga ik kopen, al is het alleen maar om Marcia te steunen. Het is vet laat. Ik ben helemaal vergeten te vloggen vanavond. Nou ja, niet echt de hele tijd vergeten. Af en toe dacht ik, ik moet even vloggen. Maar nu is het gewoon te laat. Het is gewoon te laat. Hé, hey, wat ben je hoog zeg, wat ben je hoog? Ik had even zin om te stretchen. Dus ik lig even in een positie dat ik alsof ik een Facebook foto maak. Of hoe was het? Een MySpace foto. Weet je wel van vroeger? Ja? Ja? Oké. Okay. Hé, hey, morgen ga ik meer tekenen. En ga ik wat laten zien, tekeningetjes van mezelf en zo. Niet van mezelf, maar die ik gemaakt heb. Oké. Okay. En dan zeg ik voor nu, slaap lekker. Ik zeg steeds slaap lekker tegen je. Terwijl jij dit misschien niet eens 's avonds laat kijkt. Maar voor mij is het 's avonds laat. En ik ga nu slapen. En jij gaat vandaag vast ook wel een keer slapen. Dus dan zeg ik alvast slaap lekker. Oké, okay. Ik zie jou morgen. Hoop ik tenminste weer. Ik hoop het elke dag weer. Oké, doei!